102.000 stenen, 102.000 namen. Namen van mensen die nooit een graf kregen. We zijn vandaag bij het Namenmonument in Amsterdam. De oud-Joods gezegd is, als je naam niet meer wordt genoemd, dan ben je echt dood. En dat brengt dit dus terug. Je moet eigenlijk, dit is een soort begraafplaats met 102.000 grafstenen. Waar vooral in de eerste instantie familieleden hier naartoe kunnen gaan. Je ziet er al die steentjes die op die grond liggen. Die dan een Joods gebruik een steentje neerleggen om te laten zien, ik ben bij je geweest. Ik sprak bij de opening met een van de nabestaanden en die zei, het is nog belangrijker dan ik me had kunnen voorstellen. We leven natuurlijk in een enorme vrijheid, welvaart. We kunnen allemaal elke dag genieten van de vrijheid. De vrijheid om te zeggen wat je denkt. De vrijheid om te gaan waar je wilt. De vrijheid ook om zelf te denken of de religie aan te hangen die je kiest. De vrijheid om de partner te kiezen die je wenst. En die vrijheid lijkt zo vanzelfsprekend. Maar is het niet. En we hebben gezien in 1940 hoe snel dat kan verdwijnen. De Eerste en de Tweede Kamer hebben samen 4 namen geadopteerd in het namenmonument. Voor de Eerste Kamer zijn dat Simon de Labella en Maud Mendels. En in de Tweede Kamer Alida de Jong en Moses Cohen, die alle 4 in de oorlog vermoord zijn. En als je hier rondloopt, dan voel je de waarschuwing. De waarschuwing wat haat kan aanrichten. Eigenlijk niet te bevatten, maar hier zo tastbaar. Opdat wij nooit zullen vergeten.